Dag iedereen, het is zaterdag 29 januari en ik ga weer leuk, een home tour ga ik nu doen. Ga ik nu ook mee. Nou, dit is, dit is de huiskamer. Dit is de huiskamer, mooi uitzicht. Kijk altijd op het straatkant, daar kan ik altijd mooi op kijken. Ja. En dit is, dit is de keuken. Dat is mijn vitrinekast. Dat is de keuken. Ja, dat is de keuken. Dit is de eethoek. Dit is het gangetje. Dit is de hal. Dit is de berging. Ja. Mijn mooie stofzuiger. Grote automaat. Diepvries. Koffers. Dat is mijn droogrek. Dit is de slaapkamer. Dit is de computerkast. Dit is de wasmand. Dat is mijn bed. Ventilator. En dat is de badkamer. Dat is mijn toilet. Dat is de douche. Dit is mijn wasmachine en droger. Die zijn nou allebei aan het draaien. Maar vandaag is mijn beurt voor te wassen. En dit is de spiegel. Hallo! Dit is mijn handdoekenkast. Dat is de wasmand. Dat is de andere wasmand. Dat is mijn reiskoffer. Dit is een mooie muurschildering. Ja, die vindt mijn buurvrouw ook. Die vindt helemaal, die is helemaal weg van dolfijnen. Ja, en dit is mijn mooie muurschildering. Dat is de lift. Dat is het trappetje. Dat is nog een andere gang. Ja. Dan gaan we nu met de lift naar beneden. Laat ik het nu een stukje van buiten zien. Het is mooi droog weer. Fruitbomen, die zijn nu een beetje kaal. Ja. En die zijn nu een beetje kaal, deze fruitbomen.
laat ik nu de tuin zien. Lekker weer nou. Oh, dit is de achtertuin. Dat is het kaboutertje. Tuinkabouter. En dat zijn de schuurtjes. Ja, hier heb ik nog meer fruitbomen. Ja. Ja. Hier staan de papiercontainers, dat is de vuilcontainer. Schuurtjes. En hier is het setje. Hier zitten we dan in de zomer, als het mooi weer is. Ja. Daar zijn de eettafels. Daar is een bak. Ja, hier is ook alles kaal. En dit is de sportruimte, maar de gordijnen zijn dicht. Hier is ook nog een bloembak. Fruit, ja, kunnen we ook... Ik heb nog wat andere. Nou, dit zijn ook fruitbomen, die zijn ook allemaal kaal. Ja, die zijn ook allemaal kaal. Dus hopelijk hebben wij volgend jaar, dit jaar weer, ja, weer heerlijk fruit, zeg maar. Nou, dit is groepswonen, de ingang. En dit is de ingang van de bewoners, appartementbewoners. En ik ga nu weer naar binnen. Dit is de lange gang.
Laat ik het nog een keer zien. En hier zit de avonddienst, dus het kantoortje van de avonddienst. Ja. En dus nog een muurschildering, een molen met een koe. En een plantenpot. Ja. En dan zal ik proberen het bovenste verdieping nog even te laten zien. We gaan nu naar de tweede verdieping. Dit is de tweede verdieping. Dat is een leuke vrachtwagen. Er is ook nog een gangetje. Ja, dit is het washok. Twee drogers. Ja. Dat is een wasmand. Mooi uitzicht. En dan gaan we weer met de lift terug naar de eerste verdieping. Dat is een kapstok. Dat is mijn werkjas. Ja. Vond je dit een leuke vlog? Geef deze een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende vlog. Fijne dag iedereen. Houdoe!